Dansend varken. Afgelopen dinsdag mocht ik na alles wat ik al heb meegemaakt in mijn carrière, cabaret, kermis, hoeren, u weet wel, eindelijk iets onthullen: een beeld, een stambeeld, een, een metalen. Kunstobject van vele meters hoog en dan ook nog op het museumplein, waar schilders als Van Gogh en Stedelijk je letterlijk op je vingers staan te kijken. Toen ik hardlopend, ik had een straks schema die dag op het plein aankwam, was het eerste dat ik zag: het beeld. Het beeld! Zonder wapperend of golvend doek eroverheen, zonder enige bedekking überhaupt. Het stond er gewoon al. Sterker nog, twee, zo te zien, Stoende, zo te zien, Italianen stonden al beelden van zichzelf en het beeld op Instagram te proppen. Ik was diep teleurgesteld, maar aansluitend ook heel trots op mezelf. Iets dat ik heb geleerd van de voetballende Oranjevrouwen. Trots omdat ik zonder moeite omschakelde van die fantastische onthulling. waar dan ook perfect getimed zo'n. Oh, bij hoort van het massaal toegestomde publiek. naar me opmaken voor het wegtrekken van een rood lint. dat door de organisatie tussen de voorpoten van het uh, beeld was gestrikt. Oké, okay, ik zal onthullen wat ik dacht te onthullen: een varken. Een groot metalen varken. Gemaakt door kunstenaar Jantien Mook en samen met varkens in nood op Allerlei plekken in Nederland geplaatst. En nu dus aan het eind van haar tournee op dat plein waar ooit de letters I Amsterdam onze arrogantie en individualisme tentoonstonden te spreiden. Het varkens is niet alleen groot, het is ook vrolijk. Het Danst. Toen ik zaterdag in het Vondelpark Openluchttheater speelde, heb ik laten zien hoe dat eruit ziet. Een vrolijk dansend varken. Die beelden zijn achter, echter allemaal helaas vernietigd. Wat de kunstenaren, varkens in nood en ik zo graag duidelijk willen maken, is dit. Het varken is een intelligent wezen. Het mag gezien worden. Het heeft recht op ruimte, een leven zonder kooi, ruimtegebrek, mishandeling en vreselijk veetransport. En natuurlijk, ik weet, er zijn heel veel agrariërs die heel erg hun best doen. En elke keer als het mis ging gaan, worden geacht het als incident te zien. Maar we kunnen er niet omheen dat we beter. Beesten opsluiten, soms slecht behandelen, slachten, omdat ze zelfs niet meer aan economische gegeven zien. Dit varken zegt: Kijk naar mij. Ik ben een beest, net als jullie. Jullie hebben de macht en kunnen doen wat je wilt, maar ik heb ook gedachten, emoties, ik heb ook rechten, ik heb ook ruimte nodig. Verstop me niet, kijk naar me, zie me, zie me echt en denk dan na over het systeem en de economie en wat we binnen de grenzen van die werkelijkheid beesten aandoen. Terwijl ik dit schrijf zie ik het nieuws dat er vlak bij Veendam een stalbrand woedde die aan honderdduizend kippen het leven kostte. Dat is geen economisch dingetje, dat is geen verzekeringskwestie, dat is geen tegenslag voor de boer, dat zijn honderdduizend levende wezens die verbranden, en het gebeurt weer, en weer, en steeds weer. Een systeem dat alleen overeind kan blijven ten koste van stalbranden, vreselijke veetransport en extreme misstanden in slachthuizen, die we alleen via illegaal gemaakte opnames tot ons krijgen, dat kan geen gezond systeem zijn, vind ik. En het varken op het Museumplein danst en heeft de ruimte en zegt, sorry, knort, het knort, kijk naar mij, denk erover na, bedenk of het anders kan, of jij het anders wilt. Ik had dinsdag mijn eerste Willem-Alexander-momentje en mocht het lintje na een korte, gloedvolle speech wegtrekken. Ik trok aan het verkeerde eind en daarmee de boel groots en volledig in de knoop. En dat is de reden dat ik simpel druk te maken ben bij de Nieuws-BV en de majesteit zich vanochtend voor zijn badkamerspiegel even in het fasari van Veenendaal gekregen shirt proberen te wringen.